Het nieuw gebouwde pand achter de autowasser het Dirk in Malle staat al lange tijd leeg. Het Griekse restaurant wat er eerst zat was afgebrand en met de grond gelijk gemaakt. Het idee was er om een horecagelegenheid te plaatsen. Dat is er niet van gekomen destijds. En verder werd er nog gesproken over een eventuele Kentucky Fried Chicken. Deze optie zou ook zijn afgewezen omdat McDonald's het te dichtbij vond bij hun eigen fastfoodrestaurant. Na lange tijd leeg gestaan te hebben is het dan nu zover. Malle gaat een nieuw Grieks restaurant krijgen op dezelfde plek als waar de laatste ten onder ging. Er staan in het pand al allerlei meubelen van het bedrijf dat erin komt. Alleen de keuken is er nog niet, dus eten, daar moeten we nog even op wachten.